Veel voordelen voor burgers met EID. Burgers zullen bij de invoering veel voordelen ondervinden van de nieuwe elektronische ID-kaart, de EID, die binnenkort zal worden geïntroduceerd. Bij de aanvang hoeven zij niet meer helemaal naar het Centraal Bureau voor Burgerszaken te Paramaribo af te reizen. De aanvragen kunnen eenvoudig gedaan worden bij het Bureau voor Burgerszaken waar zij staan ingeschreven. Een veiligheidsvoordeel is dat er bij verlies van een EID niet meer gevreesd hoeft te worden voor namaak of vervalsing. De ID-wet is op 20 december 2018 met 28 algemene stemmen aangenomen door het parlement. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken zegt in een interview dat onze huidige ID-kaart in sommige landen niet wordt geaccepteerd als bewijs van legitimatie. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.